Wij gaan vandaag alles bestellen van Loetje en ik neem de biefstuk Bali. Nee, ik heb het als eerst gezegd. Ik neem het normale biefstuk. Dit gaan we dus de hele dag krijgen. Ja. Nou, het allemaal is, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik zag net de hele kaart. Ik heb hier nog nooit eigenlijk iets anders gegeten dan de biefstuk. Fantastisch, bekend. Dus ik ben ook benieuwd. Ik heb er zin in. We hebben er allemaal zin in. Kent iedereen Loetje van de kijkers? Weet ik niet. Doe wel. Loetje is een restaurant. Meent u dat nou? Goed, eerste ronde. Gaan we beginnen met de voorgerechten? Nee. Dat lijkt me logisch. Ik begin gewoon waar ik zin in heb. Oké, ik neem een normale biefstuk. Ik ben biefstuk Bali. Nee. Mag ik beginnen? Ik neem een ginger mule. En de gerookte zalm, mensen. Ik heb eigenlijk wel zin in een mojito. Doe maar ook maar een garnalenkroket erbij met toast. Jullie zeggen altijd tegen mij dat ik meer alcohol moet drinken, omdat dan de video leuker is. Dus laat ik beginnen met een espresso martini. En dan de burrata met brood. Milo. Ik zat zelfs te kijken, daar zo wit niet. En wat wil je drinken? Er is alleen maar alcohol. Je mag wel normaal bestellen, maar het gaat de kaart niet open. Oh, dat is zonde. Nee. Dat wil ik één ding. Ik neem nog liever dit allemaal en dan dat niet. Nee, doe mij maar een baby's koffie. Dat lijkt me beter. Wat wil jij, man? Ik neem de soep met de koffie van Loetje. Dat is echt heerlijk om mee te beginnen. Nou, let's go. Ja. Jongens, Chanté. Op een mooie dag. Proost. Wil jullie door je koffie heen doen? We moeten echt door je koffie heen. Ja, we moeten wel door je koffie heen. Ik had niet verwacht dat op maandagochtend om 11 uur het zo lekker zou smaken. Deze is ook echt lekker. Ginger loves ginger. Zit natuurlijk niks op je neus. Huh? Maar gelukkig is het nu wel van je neus af, dat is wel fijn. Zit er nog steeds? Nee. Dat is 6 emmers. Jongens, ik heb het al gezien. Wat een moeilijke dag. Heerlijk, dankjewel. Ik vind het wel fijn dat witte brood. Dat gaan we verder niet veel eten vandaag. Dat gaat niet verstoppen ook verder. Wat doe je nou? Verstoppen, sorry. Het zou niet per se hele rode kroketjes. Dit is echt wat ik me voorstel als jij stijf hebt. Ik wil een grotere penis of een dikkere penis. Nou man, jongens, laten we lekker smaken. Ik praat niet met even Rus, want ik heb ruzie met hem. Nou ja, je hebt natuurlijk ruzie met Russen. Ja, vertel even waarom je ruzie hebt met Russen. Nee, we hadden zo'n raket. En als rugby met een staart. Een rugbybootje die gooit. Ja. Maakt ook geluid. Ja. Ja. En je kan hem zeg maar normaal overgooien. Maar je kan hem ook echt keihard janken. Nou, dus wij zijn op kantoor na de shows. En jullie hebben dat ding nog. Jullie hebben een beetje gezogen, jullie gingen nog uit. Ik rij weg met mijn auto. En ineens, op mijn vooruit, BAM! Op je vooruit? Ja, ik schrik me helemaal de tyfus. Je hebt toch geen vooruit meer? Ik schrok me helemaal de tyfus en dat ding kwam echt. Ik had helemaal een afdruk van dat ding om eruit zitten. Hij gooit dat ding en dan komt een klap vanaf. Nou, echt alsof de wereld, instortte. Voor mij kan er echt niks gebeuren, dat is gewoon piepschuim. Ah, als dat ding tegen je zei, dan heb je zeker een dikke deuk in je auto. 100% zeker. Maar je bent al debiel als je überhaupt een ding gooit naar mensen in de auto. Nee, dat ik. Maar sindsdien hebben jullie elkaar niet meer gesproken. Nee, sindsdien elkaar niet. Dat is al 2 dagen geleden. Ik was echt heel. Ik was zo pissig. Je was echt boos. Ik kan hem even appjes voorlezen. Wat ik wat grappig vond is dat jij zegt, zijn jullie wel helemaal lekker? Stelletje, Mongolen. Wat Mattie zegt, ha, 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 ha. Wat is er gebeurd? Ja, die Mongolen gooien dat ding hard tegen mijn auto. Downies. Waarop jij een foto stuurt van Vincent Visser en Jarzinho met wat is er gebeurd? Ja. Ja, maar nu 2 dagen later zijn we dus hier. En nu zit hij nog steeds met die woede. Nee, maar één ding vond ik wel kwalijk. Hij heeft geen sorry gezegd. Nee, zeg dan even sorry. En het is echt een debiele actie. Ik kan hem ook facetimen. Ja, je kan hem ook niet even facetimen. Nee, hij moet mij facetimen. Dus ik heb met mijn eerste gerecht al geknoeid, monsieur. Dat is een vrijbrief om voor ons ding op jou te gaan gooien. Dat is op je auto. Maar nu met eten, want je hebt toch een vlek. Laatste hapje. Moeten we even gaan strepen? Gaan strepen, ja. Ik heb een vettige klauw, ik krijg hem helemaal niet los, joh. Roel, jij had de burrata met brood. Burrata met broodje. Wat had je voor drinken? Ik had een espresso martini. Oh. Ik zie 2 keer de espresso martini op de kaart staan. Bovenaan bij desserts. Oh. Een klein puntje voor productie. Oh ja. Roel, wat had jij? Garnalen kroketten met toast. En jij had de mojito, altijd fan van. Vroeger lustte ik het niet. Koen, grote zalm. De grote zalm. En als drankje had ik een ginger mule. Wat heb jij? Ik had soep. Ja, die is helemaal af. Oh. Oh, yes. In eentje de hele categorie geklaard. Wat je voor denken? Ik had koffie van Loetje. Jongen, nou, ik heb jullie weer gecarried, jongens, want de bitter natuurlijk 16 stuks, die is weg. Ik had de Bailey's koffie. Toch is het wel goed hoor, als ik het zo zie. We zijn echt lekker bezig. Ja, drinken, dat ga je wel doorheen, maar dat eten, het is zoveel. Nou, laten we dan gelijk maar weer bestellen. Kijk, we hebben nog 3 voorgerechten. Het is wel lekker om die bij deze ronde weg te halen, toch? Ik wil de rosbief pakken. Ja, die wil ik ook. Maar voor mij neem ik hem af. Maar één van jullie kan toch de runderkapatje nemen? Zullen we elkaar de hand op schudden? En neem jij de runder, neem ik de rosbief? Of wil je andersom? Nou, liever andersom. Het is goed, ik neem wel de runder. Ik neem de kaasstengels, 6 stuks. Ik ga denk ik dan jullie blessen en dan neem ik wel de salade geitenkaas. Ik wil de cheesecake. Cheesecake? Hey, eerst links. Eerst links. Eerst links. Oké, dan neem ik de crunchy kip. Is goed, ik neem kaasstengel. Crunchy kip, 5 stukjes. Ik moet die paling pakken voor jullie. Ik ga niet paling. Ik wil die paling pakken. Oké, luister. Ik wil nu best de paling. Maar dan krijg ik straks de kaas helemaal in. Goed. Schudden we dan kijk, ik wil best een cheesecake en heb ik hierna Loetje Kapsalon. Oké. Okay. Ja, wat een goede deal is dat, zeg. Qua gerechten zijn we eruit. Ja, maar ik wil dan wel de Porza Martini. Dan neem ik Loetje's Rooibab. Ja, ik wil graag wel die ballon. Ik ga voor de limoncello tonic. Nee, nee, ik zie nu trouwens die ballon er hier weer dat de enige is waar ook slagroom weer bij zit. Lekker! Maar we zijn eruit, Rob neemt de appel als spritz dus. Oké.
Okay. Ja. Dit was wel een snappy. Misschien moeten we nog een sketch erachteraan doen. Koen Broert soep over zijn shirt. Dat is de sketch. Oh nee, soep over mijn shirt. Waarom drink ik het? Dat zit wel op je lippen. Oh, thanks. Ja, 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 nu is het weg. Hoe smaakt het voor jou? Is zo groot. Zeg, we moeten hem alle hoofd inrichten. Dit wordt helemaal niks. Ik voel me echt raar, man. Ja, je bent ook raar. We zijn dus in Gorssel, mensen. Loetje Gorssel. Weet je wie er in Gorssel geboren is? Ja. Weet je wel, hè? Nee, weet ik niet. En wie is er in Gorssel geboren? Snelle jongen. Kun je sneller even een DM sturen? Dan vragen of je een hapje mee wil eten. Stuur maar even een DM. Zal ik even vragen of je misschien een biefstukje mee kunt eten? Ja. Ik heb gestuurd, hoor. Hey vriend, wij zitten vandaag de hele dag hier te genieten in Loetje Gorssel. Zin om een steekje mee te happen? Voor een video moet je dan zeggen, mogol. Ik denk dat ze gewoon voor de gezelligheid vragen. Ja, ik denk dat die kans groot is dat die nu komt, hoor. Mijn drone featuring zou echt met sneller zijn. Die van mij met Jorginho en Vincent Vissen. En dan is het titel, dit is er gebeurd. Dit is er gebeurd, ik kreeg een rugbybal op mijn voorruit. Dit is er gebeurd. Als het tegen mijn zijkant was geweest, had ik een enorme deuk gehad. Dat, zo gaat het er ongeveer. Het boot het niet dus soms. Nou, we kunnen stoppen. Zo, ik voel het wel, hoor. Ah, ja, ik zit zo vol, jongen. Het is echt bizar. Hey, waarom is Suzanne en Freek ook niet in de buurt? Ja, die waren aan de overkant. Dus er is geen één kijker die hier omlaag. Echt wel, de kijkers van Don de Jong die hier per ongeluk gekomen zijn vinden dat even om te gieren. Wat is dit voor Don de Jong humor, joh? Snel gereageerd. Hij is niet zo snel met reageren. Het is wel gezellig, hè, jongens. In onze vorige alles bestellen van de menukast zaten 64 boeren. 64? Maar er is een verschil tussen hoeveel we hebben gelaten en hoeveel we in de video zetten. Ik denk dat Anton er geen één uitknipt. Ik denk dat hij ze uiteindelijk aan het einde van de video allemaal achter elkaar zet. Go. Wat is het idee? We zijn er gewoon, hè? Ja hoor, oké. We gaan even weer streven. Ik zie wel een probleem. We hebben nog precies 5 drankjes. Maar we hebben echt nog 20 rondes aan eten. Ja, je mag wel water bestellen. Ik heb de kapsalon, dat is al besloten. Ja, ik heb de kaasstengels. Ik zou willen gooien op jullie de optie dat ik wat grootste neem dit keer. Maar wel iets lekkers. Dan is het weg, dus, hè, voor jullie. Okay. Ik neig zelf naar de kipsatéspies. Maar mij mag je niet hebben. Ik gun jou die. Ja. Ga je gewoon een handje schudden, ga ik nu voor de kalfslever en dan krijg ik de biefstuk balie. Ja, kalfslever, biefstuk balie, jongen. Dat vind ik een mooie deal. Kalfslevertje. Dus, weet iedereen het dan nu? Ik zie nog steeds echt dubbel van die geitenkaart. Doe mij maar de salade kip een beek. Dat is wel lekker. En dan gaan we al voor die koffies en nemen. Nee, ik ga water. Ik neem net wel die espresso martini die van het dessert. Oh ja, die is er ook nog, ja. Niet meer ja. Niet meer wel. Oh, heerlijk zeg. Dankjewel. De vorige keer had je een monobrouw, nu heb je een dikke puist. Welkom bij de club. Zelfs mannen met puisten kunnen gewoon neuken. Kap daarmee. Ik word hier heel misselijk van die boertjes. Een pretsigaatje. Dit noemen we de kaasjoint. Waarom? Omdat het zit kaas in en het lijkt op een joint. Wauw, dat is goed bedacht, zeg. Oh! Hey, hey, hey. Oh! Cameraman gaat op zijn muil. Misschien had je niet al die martinis moeten nemen. Kap op dat geboer! Jongens, dit is een heerlijk hoge energie. Maar je bent net niet meer boer en dan ga je zelf weer wat boeren. Hop. Wat ben je aan het doen, joh? Even, ja. even een beetje afblazen. Je gooit er letterlijk nu een spul op je eigen trui. Vandaag gaan we het hebben over hoe je vlekken aanpakt. En weg. Deze is echt totally, hè, vind je niet? Totally spies. Deze straat hier in de Gorssel, dit is zoals van de Hoofdstraat. Weet je hoe die straat heet? Nou? De Hoofdstraat. Dit is leuk. Ik wil ook echt een telecom. Zal ik op Insta bellen? Nee, doe dat niet. Insta-face. Oh, doe dat niet. Ik doe even Insta-face. Ja. Krijg je daar melding van? Nee, niet. Doe. Echt? Ja, doe. Dat is wel mooi. Dan hebben we dat niet opnam. Hij klikt meteen weg. Dit is kun, nu ziet hij dus staan video te kijken. Ja, kan je even verwijderen. Verwijderen. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Weet je dat Hans Klok is dus een artiestennaam? Weet je nou? Piet Klok. Oh, leuk. Mensen, we zijn bijna klaar, maar iedereen is ook echt helemaal er doorheen. We zitten er snel doorheen vandaag. We gaan het nu even afstrepen, als jij je S-maatje opdrinkt. En ja, dan, gooi je achterover. Gaan we even naar Wotten buiten. We hebben een pauze hier nodig met even wat energie uitlaat. Hij heeft een reactie. Kijk hier! Het is echt zo! Wat leuk! Om de hoek! Ik zit helaas de hele dag in opnames, niet van het mooie Gorssel. Boe! Maar zeg, we zitten hier zeker tot 8. Nee joh, zeg bedankt voor je leuke reacties. Nee. Ik zou misschien nog een keer facetimen. Zeg gewoon succes en nu kunnen we dit in de titel zetten. Eetwedstrijd met Snelle. Mocht je vanavond toch nog met honger in de buurt zijn, zitten hier nog zeker tot 8. Stuur dat en dan sturen we nog even een selfie. Selfie erbij? Ja, dan zeg maar dat sturen.
Dit is zo triest om dit te sturen. Dit is zo triest om dit te sturen. Goeie boodschap van Ronder hebben. Ik kan die beeld houden. Heb je echt die snot erop op je shirt? Dat is smerig. Je kan ook een cirkel eromheen zetten, zodat de kijkers weten waar die zit. Ja, dat ga ik niet. Moet dit ook helemaal op? Ja, hè. Hoi, ik ben Frank. Ik heb nog steeds wel zin in deze. Het zijn wel grote kipknopsen dit. Het zijn wel grote bolle ijs, moet ik zeggen. Dit is zo'n grote hoeveelheid ijs. Ja. Heerlijk. En zeggen ze dat de Noordpool smelt? Nou. Zeggen ze dat die konijnen tegenwoordig zo weinig schijten? Nou, ik ben toch een aardige keutel. Kom, doe. Snel afreageer, Mina. Zal ik schrikken? Ja. Nee. Echt ziek zoute ballen. Jongens, we zijn klaar. Zullen we weer bestellen? Ben je klaar? Dat heb je goed gedaan. Zijn jullie down te bestellen? Ja. Mie moet hamburger. Jij moet hamburger. Maar. Ja, bestel maar. Doe mij maar de hamburger, jongens. Jongens, ik heb even gekeken. Ja? Ik heb besloten dat ik de sticky toffee met slagroom neem. En doe er dan maar een kiss of fire bij. Oké, dan offer ik me op en neem ik de appeltaart. Ja, dat vind ik noble van je. Ja. Dat vind ik tof van je, man. Er zit wel ijs bij, hè? Slagroom, hè? Ja, maakt niet uit. Wat nam jij nou eigenlijk? Sticky toffee. Dus jij hebt net een bolhapje op? Ik neem zometeen die pokeball. Ho, wat zeg jij? Ik neem die pokeball. Nu. Straks. Zo, en Koentje NP, die neemt heerlijk de Italian koffie. Dan ga ik voor Toetje van Loetje. Hallo, jij hebt net 6 bitterballen. Daarvoor had je ook iets kleiner. Je bent het ook trouwens. En dan doe ik er ook wel een koffie bij, want ik laat mijn team niet in de steek. Hoe wat neem jij? Ik ga denk ik voor een maaltijd salade. Nee. En welke drankje neem je? Een Irish koffie. Die is mooi weg. Hier meteen kijken. Salsen en Gert. Die man is nog lelijker dan die hond. Het is echt lelijk hond. Wat neem jij dan, Milo? Ik neem dus die hamburger. Maar ik ga geen koffie erbij nemen. Dat weet ik wel. Als er nog één koffie is, dan hebben we alle koffies af. Ja, laat maar komen dan. Huppa, laat maar komen. Wat ben je nou aan het doen? Wat doe jij nou? Dat is mijn kaart. Je toch gezegd dat je het mag bestellen als je wil? Wat een massieve burger is dit. Kijk dan hoe dik. Wat is die dik? Oh, het komt bijna mee. Kan ik iemand blij maken met mijn hamburger? Nee. Ik denk dat in Afrika wel mensen zijn die blij mee zijn. Oké, ga ik daar even heen. Hoe vinden jullie tot tussen gaan? Ik moet dus poepen, ik moet de scheet laten, maar ik moet ook poepen. Dankjewel. En je oog ziet er wel goed uit, man. Bedankt. Ja, ik heb ook mooie ogen. Je hebt een raar gezicht. Eet even door. Ja, ik... Ja. Eet gewoon door. Niet zo jank en gewoon door eten. Zo, het komt er bijna uit mijn anus uitzetten, zeg. Ik moet echt bouwt als een konijn. Jullie maken me altijd belachelijk door klein, man. En als we dan iets gaan eten, dan moet ik net zoveel eten als jullie. Je bent wel dik. Als sneller je nou was, dan had iedereen allemaal op kunnen eten. Waren we er gewoon geen shirt hebben? Zal ik kijken? Nee. Rob, heb je het op? Ja, zo goed als. Dan heb je het ergens weggestopt. Ja, het zit in mijn rechterkontzak. Ah. Ja. Oh nee, het is toch kak. Gadverdamme, het is kak. Oké. Okay. Hoi, ik ben Jeroen Elsbeek. Toch een beukje, maar aardig weg hoor. Wat is dit vies, zeg. Te dik zijn, obesitas. Ik twijfel of ik het even voor de lekker mijn vinger in mijn keel steek. Nee, dat mag niet. Je mag alleen kotsen als je echt moet kotsen, vind ik. Ik ga dit echt niet opkrijgen. Dit wordt helemaal niks. Jawel, we krijgen het wel op. Ik kan echt niet meer, maat. Je hebt gewoon die burgers wat op. Roel, eet eens door. Hé, hey, het zonnetje is echt heerlijk. Zullen we even naar buiten? Ja, dat is wel even naar buiten. Nee, eten. Oeh, daar kan wel mee. Ja, dit kan niet. Jongens, laatste hap. Appeltaart is op, top roel. Een paar appels slaan. Mat! Hallo! Maar wat doet hij nou? Jongens, ik ben echt klaar. Dit is al slagroom! Nou, dit kan wel. Mensen, het is op. Althans, ik vind dat dit op is. Koen niet, maar goed. We gaan even pauze, jou, oké? We moeten even bijkomen. Ja, even strepen, eerst even strepen. Mensen, we hebben even pauze genomen, we zijn heel veel naar buiten, gaan om het eten te laten zakken. Je sticker zit nog op het grill. Ja, dan is je echt. Geweldig nieuws. Snelle heeft nog steeds niet gereageerd, maar we hebben wel Henkie T in de studio. Henkie T, welkom. Jezus Christus. Wat gebeurt hier nou precies? Ik denk dat ik dit nog makkelijk weer op kan, hoor. Ja joh, er zijn 3 hapjes weg. Ik neem 3 hapjes van dat broodje en ik zit gelijk weer helemaal vol. Oké, zullen we even weer schuin? Ja. Nee. Godverdomme. Klootzak ben jij! Je wordt ook niet per se heel veel knapper voor moet zeggen. Maar ook niet veel lelijker, want dat kon niet. Je dacht ik niet gegeven. Nee, ik dacht ik niet. Dat was een leuke grap, ja. Het biefstukje zelf gaat er echt bizar soepel in. Mensen, ik heb eens een nieuw shirt gekocht. En er staat dus Achterhoek op. Omdat ik ervan overtuigd was dat we in de Achterhoek zijn. Dit is dus helemaal niet. Oh! Dit was wel hartstikke lekker. Dit is echt lekker. Ik vind het echt niet te hakken, die kippenlever. Ik wil even een hapje proberen zo. Ik moet de achterman denken.
Wat zeg je? Volledig erin zou ik niet meteen kijken, maar... Kom maar, fossielen voorbij. Zij zou gevaar in, die mummie. Cleopatra. Het museum gaat dicht natuurlijk. Oh, ze komen allemaal naar buiten. Ze hoeven niet meer stil te staan de hele dag. Het zielige is dat jij ooit ook oud bent. Als ik niet zie, dan denk ik niet dat je het haalt. Mijn eigen scheetje stinkt zo dat ik uit mijn kots. Ik krijg het niet weg. Dat menukaartje moet gewoon op. Ja, maar dit gaat niemand eten. Laat gewoon staan tot het einde. We gaan dit nooit halen. Wat een spijker kwam eruit, zeg. Ik wil het helemaal niet, Matt. En we hebben video aan het opnemen. Hallo mensen. Je voelt me. Ik moet echt liggen. Ik ga bed. Ik moet echt even 1 minuutje. Ik ga echt oud. Het is alsof je een soort van mijn maag een wijnfles is. En er zit gewoon tot de nok toe zit nog biefstuk. Gewoon tot het puntje. Ik voel dat hier die biefstuk nog zit. Het zit gewoon helemaal slokdarm zit vol. Hij heeft het minst gegeten van ons vijf. Oh, jullie zijn er nog mensen. Ik ben er ook. Ik ga helemaal zweten, joh. Anus. Echt een hele gevaarlijke boer. Het zijn hele gevaarlijke boeren. Mats, kom erbij. We gaan even nee, ik kan echt niet meer. Ik heb echt een zenuw in, denk ik. Ben je aan het doen? Heb je niet alsof je een Mogol bent? Pingel. Ik ben een Mogol. Ja, weet ik wel. Kom nog even bij zitten. Nee, ik vind het jou stinken. Vind ik echt niet normaal meer. Heb ik nog nooit gehoord. Je gaat het nu niet opeten. Maar het is dus niet omdat ik vol zit. Zou ik wel misschien een colaatje mogen? Bestelt hij een colaatje? Ja, ik moet even een colaatje hebben, anders ga ik niet goed. Met elke slok cola opent zich door die koolzuur een nieuw gaatje in mijn slokdarm, waar weer net een half stukje bacon in past. Zo, het stinkt ook, jongen. Kanon. Eet die bacon. Ja! Ik heb het helemaal niet besteld. Ik wilde nooit deze biefstuk. Elke ronde kiezen we zelf wat we nemen. Ineens krijg ik dit. Het kippenleven. Nooit wil ik dit in mijn leven. Zit hier gewoon met z'n eten. Zit hier gewoon met z'n eten. Hier zit hier gewoon te schreeuwen. Maakt mij niet uit. Nou, kijk. Wat een act, zeggen ze. Ik ga het doen. Nee, als ik lang zit, krijg ik last van mijn aanbijen. Dat zeg ik van de tijd. Er zijn oude mensen die heel vaak lang zitten of liggen. Dat op een gegeven moment hun, bij hun billen dat vel wordt zo dun dat het gewoon zo afvalt. We hebben nog de rode waard met de kippenlever alleen. Het is echt alleen maar die kippenlever. Ik word helemaal lijp te pakken. Jij neemt die Pokémon, jij neemt het eindbiefstuk. Ja, ik neem die Pokémon. Milo, wat neem jij? Jongens, sneller. Drukke opnamedag. Hij is namelijk, ik denk dat zouden we moeten. Dat hij aan het filmen is dat hij zijn tuin aan het gras maaien is. Ja, man. Hey, Milo, waar wil jij voor gaan? Kippenlever. Ik ga voor de kippenlever. Ja? Nee. Ik ga voor je kippenlever. Kijk, zweer het. De aanvoerder staat op het moment. Winnaars geven nooit. Op. Ik heb echt weer veel gehad. Het liefst pak ik nu nog een van de 2 desserts. Want ik denk dat het ook veel is, maar wel heel anders. Als jullie het niet erg vinden, pak ik nu de crème brûlée. Ja. Pak ik een pokeball, pak Rob een terreinbierstuk, jij de kippenlever. Wat ga jij voor? Jij die avocado, je wil die avocadofriet, toch? Die avocadofriet vind je wel lekker. Ik krijg wel zweetneigingen nu ik dit zie, maar goed. Oh, die rijst, dat voelt gelukkig ook niet zo erg. Maar ga je optreden? Ja hoor. Tuurlijk, kom op strijden, neef. Gezellig, hè? Crème brûlée, ik vind het altijd heel lekker, maar het is toch ook ergens altijd een beetje sperma. Heerlijk. Mijn oude juf van mijn baas gooit een Dea. Boeien. Joehoe. Kijken. Ik heb mijn postje gewoon op, hè? Omdat ik een strijder ben. En omdat ik even nu deze ronde wat kleiner had genomen. Ik dacht dat u zwanger bent. Jongens, ik ga je de laatste hap kippenlever nemen. Echt bizar hoe jij dit naar binnen hebt gekregen. Hey Koen, ik wil je even een grote shout-out geven. Ik bedoel Henkie. Hé, je mag dat ook helemaal wegkrassen nu. Zo! We hebben alle biefstuks op. Ik heb een idee. Laten we de trio van chocolade nu bestellen. Zetten we die neer. Neem hier een hapje, zijn we er. Hebben we die hele kaart vol. Dat is echt een mijlpaal. Dan krijg je... Ja, dan moeten we er gewoon eigenlijk ook even bij. Die werkt er zo weg met z'n vijven. Nee, ik zou even focussen op die trio. Ik denk dat die trio dat echt bij met Emma zijn. Het gaat fout zo. Ja, ik ben zo blij dat Rob er terug is. Wist je nog die ene kort? Oh ja, ik weet het alweer. Ik heb een vies scheetje gelaten, mocht iemand er wel uit. Jij zegt nooit, ik heb een lekker scheetje gelaten. Milo, ik wil een voorstel doen. Jij pakt die bol chocola, die stop je in je giegel en die slik je door. Hij is lekker, ik heb er allemaal op. Hé, even focus. Kijk eens wat er gebeurt als we deze op hebben. We hebben een kaart af. Die hele kaart is vol dan. Zullen we er maar een lepel bij? Ah, maakt niet uit. En jij vindt jezelf niet fiets. Jij vindt je ook geen fiets. Goedendag, namens Alberto Stegeman. Kan je niet zien wat het filmen zijn? We staan hier voor je camera's! Een reactie die ik misschien wel had verwacht. Nee, het ligt niet aan ons. Hé! Hey. Hey, Ruud! Wat dan? Kijk, ik was natuurlijk een beetje dronken. Ja. Wat ik daar deed, was niet handig. En ik sta nu voor je deur en ik heb zo'n kaart in mijn hand. Je bent er. Nee, ik ben er niet. Ik heb een hele kaart voor je geschreven. Ze komt nog jouw kant op. Dankjewel. En ik vind het tof van je dat je zo uit jezelf belt. Het is weer goed. Blijf voor altijd. Ja, tot morgen. Blijf voor altijd. Fijn hoor. Doei, tot morgen. Hey, doei.
Doei! Ja, dat is toch mooi? Man loopt ook midden door Amsterdam. Feyenoord! Ik vind het echt fijn dat hij me zo belt en dan toch even zegt Suzanne. Ik ontplof. Mijn hele maag scheurt uit elkaar. Hey, ik moet zeggen, als je met z'n allen eens zo gerecht zit, dat is geen een man. Wat ga je doen? Ik ga het even opdrukken. Dat is echt heel raar, daar is gewoon een bankje. Ja, maar dan ben ik zo ver van jullie verwijderd. Maar ben ik nou gek? Ja. Nou ja, oké. Okay. Laat me kijken, die gaat gewoon op. Kijk eens, huppakee. Gaat het nog weer een stuk naar binnen? Goed, Milo. Ik zou echt liever jouw sperma eten nu dan dit. Wat zeg jij nou weer? Streep die trio van chocolade, maar af dan krijg je een mentale boost omdat die hele kaart af is. We moeten dit even vieren, jongens. Even de dessert ook door, gas. Maak er een moment van, jongens. Maak er een moment van, zeg eens wat. Broken. Jongens, die hele middelste kaart is gekanteld. Kom op, man. Hij is aan het kantelen. Kijk, voor jou, hè. Kom maar, boys. Yell, yell, yell. De rest van het menu kantelen doen we wel. Yeah! Kom op, boys. En zo sluipen we naar de overwinning toe. Zullen we nu gewoon met z'n allen proberen dingen te doen? Garnalenkroketjes. De garnalenkroketjes. Zet maar neer. Allemaal makkie. Een kroketje. Makkie, makkie. Jongens, ik ga echt niet goed. Zal ik even kijken of je nog heet is? Ja. Oh. Er zijn mensen die hebben dit echt serieus dit als het wil. Ik wil een grotere penis. Ik zweer het gewoon als deze windnap. Ik ga even checken op de wc, wacht even. Nee, voel me nu gewoon even. Ga nu even niet winnen. Ik weet niet zeker of het zweet of kak is. Ik doe even een doekje. Doe even een doekje. Nu ben je benen ervoor. Hoe is een garnalenkroket niet lekker? Ik heb mijn op voor het team. Hoe aan het opvreken? Winnaars geven nooit op. Hoeft er weer niemand die? Nee, ik heb er één, ik heb een ander. Fucking poesies, man! Doe het, man! Je voelt het, dat we het gaan flikken. Hé, hey, we hebben nog twee dingen op deze kaart staan. Ja, die gaan we doen. Vega Burger. Dan heb je hele fucking tweede kaart ook. Ik zou zeggen, pleur dat gewoon neer. Yeah, yeah, yeah. Die linkerkaart, die kan er ook nog wel. Dit valt me alles tegen. Wat is dit, maat? Wat is dit? Ik ga echt oud. Ik wil niet preppen derven, maar... Jij bent oud. Maar als dit nou het laatste was wat we moesten eten, had ik nog alle zeilen bij willen zetten. Die kippenlever staat ook nog inderdaad. Zal ik het dan maar vragen? Mogen we misschien de rekening doen? Hè? Nee. Nou, ik ben dus echt de hele dag positief geweest. Maar aangezien ik hoor dat jullie niet meer kunnen eten, ja, ik... Maar jij kan dus nog een frietje en een zoete aardappelfriet op. En gebakken kippenlevers. Die gebakken kippenlevers, die staan hier natuurlijk nog steeds. Ik denk dat het gevoel wat je hebt als je helemaal vol zit met eten, dat is echt niet te beschrijven. Mensen, het menu van Loetje is net iets te groot voor 5 man. Behalve als je allebei 5 dikke stucadoors bent misschien in je vriendengroep. Dan zou ik het alsnog proberen. Of stel als je alle 5 Vito heet. Huuring, ga je proberen toch nog? Sorry, die is heel crispy. Mensen, bedankt voor kijken. Loetje, kom hard in de diep naar kampioen, want ik heb 3 groetjes en ze eten allemaal groetje. 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 Allemaal groetje.